We beginnen met de prijsuitreiking en het trekken van de loodjes. Mocht er een naam dubbel getrokken worden, dan gaat die terug en wordt er een andere naam getrokken. Dat is wel zo leuk. We beginnen bij de vierde prijs. De vierde prijs bij Ron is een riem. Bij Ron is alles van leer ambachtelijk gemaakt. En de riem is gewonnen door Ellen Oud Jongejan. Vierde prijs, een riem. De vierde prijs bij mij is iets van hout, vogelhuisje. Ja, er staat van alles op de foto, is naar keuze. Dus de vierde prijs is gewonnen. Sorry Ellen, maar je wordt twee keer getrokken. We gaan een nieuw loodje pakken. De vierde prijs is gewonnen door Anneke Onklin. Iets mag er uitgekozen worden van hout. Derde prijs is bij Ron. Dat is het orthopedisch gezondheidskussen of mand. Heeft Ron is gewonnen door Lia Habraken. Een hartstikke mooie mand. Heb je liever een kussen, mag het ook wel geruild worden. Lia Habraken, derde prijs. De derde prijs bij mij. Iets van hout weer. Het valt allemaal op de foto te zien. Die is gewonnen door Annette Broodman. Er mag iets uitgezocht worden. Op de foto is het allemaal te zien. De tweede prijs. Dan weet ik het even niet welke prijs dat was bij Ron. De tweede prijs is een halsband met tekst. Die is gewonnen door. Dus ook weer de Ron Aerts. Mag ook weer een naam opgezet worden. Door Hil en Wilco. Tweede prijs bij Ron, een halsband. Ook de kleur is naar keuze. De tweede prijs bij mij is. Wacht, moet ik even kijken wat ik als tweede prijs had. Oh ja, is er ook weer een mand, een vogelhuis. Nou ja, kijk op de foto en je kan het zien. Tweede prijs is gewonnen door Tycho van Balen. Tycho van Balen. Tweede prijs. De eerste prijs. Nou komen de grote klappers. De eerste prijs. Dat is bij mij. Nee, bij Ron natuurlijk. Want we zijn in dan wel andere volgorde bezig. De eerste prijs bij Ron. Dat is een leren K9 tuig. Met naam als je dat wil. In de kleur die je wil. Wat staat er? Diana Rolandes. Je hebt de eerste prijs gewonnen bij Ron. Dan krijgen we de laatste. Maar dat is tevens de eerste prijs bij mij. En dat gaat om een steigerhouten mand. Of een steigerhouten voor de kat. Of nou ja, de wens is wat degene wil. Maar in ieder geval van steigerhout. En dat is gewonnen door Wendy Haalbrechts. Wij feliciteren jullie ontzettend met jullie gewonnen prijzen.